Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van de 2019 Korean Mode. We gaan dan verder in China, ronde nummer 3 van het kampioenschap in aflevering 25. Als je de vorige aflevering gemist hebt, zal ik die eerst even terugkijken wat je deze gaat zien. Wil je meer afleveringen zien van de 2019 Korean Mode, ram gewoon op het abonneerknop. Zal ik ook erbij dat je op alles aanzetten en klik die van mij mist. Nou, we gaan dus verder in China. En er zijn upgrades aan de auto gekomen. Twee in ieder geval van de power unit. Dat moet ons wat meer richting Haas brengen. En in Spanje komt er een enorme aerodynamische upgrade aan de auto. Dat moet ons weer een stap naar voren brengen. Een twee trofeeën gepakt in de eerste twee races van de computer. En dan gaan we nu gewoon doen naar kwalificatie. Shanghai, China, for what I've no doubt is going to be a fantastic F1 qualifying session. When it comes to getting lap time out of this circuit, it's traditionally been about maximizing top speed. Do you simply remove as much downforce as possible, hang on in the corners and max out down the straights? The teams will have arrived with all manner of parts designed to capitalize on the long straights. The cars will be that much harder to drive in the corners, but everyone will be in the same boat. Nou, we zijn dus aanbeland bij de auto. En we gaan dus gewoon kijken wat het gaat worden hier in Shanghai. Q1 verloopt droog, race is in de regen. Dus belooft nog wat. En ik denk dat we gewoon gemakkelijk door naar Q2 kunnen komen. Right, I'll get these changes made. We passen de setup ook even aan voor dat we meer topsnelheid kunnen behalen op het lange rechte stuk. En dan gaan we gewoon door met een outlap. When you're ready, let's go. Dan gaan we kijken wat het dan gaat worden in Q1. Hier een langzame bocht, dan een nog langzamer bocht naar links. Over het finish en we gaan een ronde laten noteren in China voor Q1. Klein beetje blokkeren, maar dat is niet zo erg. De lucht ziet er nog prachtig uit, is wel wat bewolkt. Gaan we kijken wat de eerste sector daar. Opbrengen, page in sector 1. Bottas met een 1.33.4 en onszelf naar een 1.33.448. You've just put in the fastest lap. Op dit moment pole position voor Q1 dan. Pole position om door te mogen gaan dan na Q2, zo bedoel ik het. Nog steeds P1, 3000ste sneller dan Valtteri Bottas. Zo de knetters. Our best lap so far is a 1.33.4. Dat is maar heel weinig. Uitstap van Q1, Hamilton naar 1, Weber naar 2 en zelf naar 3. En Hulkenberg door naar Q2. En dan gaan we kijken wat Q2 dus voor ons gaat opbrengen hier in China. En of we misschien een andere strategie kunnen pakken dan de rest. We zijn inmiddels aanbeland bij de auto voor Q2. En ik hoor al mensen naar buiten gaan. En wij gaan een flying lap doen. Ik had even geen zin in een outlap. Dus dan doen we het daar wel mee. Is wat bewolkter geworden. Het zonnetje is verdwenen, zie ik. De strak blauwe lucht is weg. En op dit langrechte stuk kunnen we hier ons voordeel gaan uithalen. Oh, ze zijn er wel een klein beetje af, maar we krijgen er geen track limit waarschuwing voor. Overzijd finish. We gaan eens kijken wat deze ronde in Q2 gaat opbrengen en of we door kunnen komen naar Q3. We gaan kijken of de eerste sector wordt. 24-2 op dit moment de snelste in sector 1.
komen overstart-finish Hamilton met een 1.33.1. Dus er wel weer een beetje bijt. En dan zullen we dan een 1.33.006. Fantastic. Op dit moment weer de eerste tijd. Okay, we can take you this lap. We zijn dus weer inmiddels aanbeland bij de pitbox. Nog steeds op P1. Precies een tiende sneller dan Lewis Hamilton. Nou, de snelheid zit er goed in bij ons. Hulkenberg door naar Q3 en onszelf naar P5. Bij de Alfa Romeo's dus door naar Q3. We zijn dus aanbeland bij Q3 en het is gaan regenen. We moeten op de intermedium band onze tijd laten noteren. En dit is niet goed voor ons, want onze auto is niet goed in de regen. Dus dit belooft nog wat. Ik hoor geen snelheid in onze auto. Best wel gek. Ah, nu hoor ik weer snelheid. We komen over de start finish. DRS is uitgeschakeld vanwege de regen. We gaan eens kijken wat deze ronde in Q3 gaat opbrengen. En of we misschien naar de eerste startrek kunnen toerijden. Ik ben bang van niet, want onze auto is helemaal niet goed in de regen. We moeten het hebben van de langrechte stukken en de droog weer banden. Dan zijn we gewoon heel snel. Over start finish helemaal met een 1.47.4. Onszelf naar een 1.47.5. Op een tiende. That's P2. You're currently in second place. Of P2. Understood. En dat is naar de pitbox. En het is P6. Take it easy to op 1.1 seconde. En ik wilde gelijk weer uit. Om een nieuw rondje te laten beginnen. In Q3. En onze laatste kans om misschien verder naar voren te komen. Ik weet één ding zeker. De pole position gaan wij niet halen. Dat lukt sowieso niet. Bottas naar 1. Hamilton naar 5. Verstappen naar 7. Oh, dat doen we toch niet zo slecht als ik had gedacht. We komen over de finish en we gaan onze tweede run in Q3 voortzetten. Het is Q3. Ja, wat zie je daar ook rechts bovenaan. Klokje loopt af. Er staat ook een Q voor qualifying 3. Kwalificatie 3. Middels in het groen. Oh, een klein beetje wielspin. En dat brengt ons gelijk in het rood. Wat niet goed is. Ja, rood is sector 1. Een tiende langzamer dan onze tijd in Q3. Onze beste tijd in Q3. Met nog een paar seconden op de klok. Niemand voor ons, niemand achter ons. Maar ik weet nu al dat dit niet onze ronde gaat worden. Dus ik denk dat ik hem hier gewoon, als ik terugkom bij de pits, gewoon ga afbreken. In wel een wat wijdere lijn. Hier heel voorzichtig doen, want het kan hier glad zijn. Oh, daar gaan we al een klein beetje. En dan gaan we helemaal zelfs. En dat is einde oefening voor ons. Ik weet even niet wat er gebeurde. Wat gebeurde daar? Ik neem hier de bocht. Ja. Ah, de auto glijdt weg. Ja, ik verlies de achterkant. Ridder te voet, zoals Olaf Molde dat altijd zegt. Bommenbestuurder even bedankt. En de uitslag van Q3 is als volgt. Leclerc op pole, Vettel 2, Bottas 3. Dus twee Ferrari's, twee Mercedes en Williams en Alfa Romeo. Red Bull en Williams, Red Bull en Alfa Romeo. Dat is de uitslag van Q3. En Leclerc pikt Vettel van de pole op 59.000ste. Rivaliteit, winnen de toernooi van Nico Hulkenberg, winnen de toernooi van Sergio Perez. Resource points zijn er hopelijk veel. Het zijn er wel veel. 209 in session in total en zoveel in overall. Reputatie bij Ferrari is wat gedaald. Ik ben daar een veteran sportsman toe en heeft nog iets te zeggen volgens mij. Well done. Very solid result. You're looking good for the race. Oh, dus P6 was goed en ook die crash was ook goed. Oké, dankjewel Emma. Nou, we gaan dus gewoon door naar de race. It's time to find out which driver is up to the task of claiming the Chinese Grand Prix. We're here in Shanghai. The ever-tightening turns 1 and 2 will prove tricky in the slippery conditions here at Shanghai. And anyone that slides wide will lose a lot of time getting back on track. Turn 14 should still be the best place for overtaking, but we'll have to see some improvement in the weather before the drivers can take advantage of that DRS assistance.
Nou, de grid voor de Grote Prijs van China. Met Charles Leclerc op pole position, daarachter Sebastian Vettel, Ferrari 1-2'tje. Goed gedaan van de Ferrari Pitboys. Bottas en Hamilton strijden aan op 3 en 4. Weber 5, onszelf naar P6. Nou, die mislukte kwalificatie. Stappen 7, Russell 8, Giovinazzi 9 en teammaatje Hoekman sluit op 10 af voor Alfa Romeo. Butler 11, Raikkonen 12, Gasly 13, Magnussen 14, Albon 15, Stroll 16, Ricciardo en Sainz 17 en 18. Perez en Grosjean sluit weer zijn plek in de laatste plek van de grid voor McLaren. Slechte kwalificatie voor Grosjean. Tweede of derde keer op een rij. Jeff adviseert om rustig aan te doen. Sneller auto's willen ons voorbij namelijk. Nou, ik weet niet of dat klopt, want wij zijn ook best wel snel. Dan gaan we dus kijken wat het gaat worden hier in China. Want de lampen zijn officieel aan voor de Grote Prijs van China. Career aflevering 25. En we zijn onderweg. En we komen al niet zo lekker weg. Want Verstappen is al gelijk beter weg dan ons. Hier ook al gelijk Russell daarnaast. Giovinazzi sluit ook gelijk aan. Oeh, wat is hier krapjes met Russell en Giovinazzi. Giovinazzi zit aan de zijkant. Oeh, wat is hier. En we moeten gewoon op de rem, want Russell en Verstappen blokkeren ons gelijk. Giovinazzi rijdt niet tegen ons aan. Opmerkelijk dat de AI dat niet doet. Niet zo agressief vandaag. P9 aan de buitenkant van Gio. Lukt helaas niet. En we moeten daar even liften. Ik zie hier helemaal niks. Maak hier een divebomb. Het is een gewaagde move. Oeh, dat was net geen touché met Hamilton en Weber. We hebben Verstappen volgens mij wel geraakt. Maar het is hier close. En daar vallen we Lewis Hamilton aan de binnenkant. Het is P5. Ja, want we knijpen daar af. Net als in Bahrein. Weber is de volgende voor P4. Je ziet hier helemaal niks. En ik moet hier voorzichtig aan gaan rijden, want je weet het nooit. Dankjewel, Jeff. Slipstream van Weber. En dit is denk ik gewoon een gemakkelijke prooi voor P4. Nou, Weber weer aan de binnenkant. Weber remt laat. Oeh, Weber, jezus man, laat ons leven. We zijn uit F2 teammaatjes. P4. Nou, een goede openingsronde voor ons. Twee plekken gewonnen. Geen plek verloren. Vettel met een 1.56.3. Onszelf met een 1.58.7. Gat naar Bottas is 18e. Gat naar Weber is 17e. Ronde nummer 2. Je ziet hier helemaal niks en ik moet hier heel voorzichtig gaan rijden. Kijk, ik maak dan een klein foutje. Ik stuur de waterscherp in. En Leclerc heeft zijn positie afgestaan aan Sebastian Vettel. Ronde nummer 3 inmiddels. Vettel met 1.53.0. Onszelf met 1.52.6. 3/10 sneller dan Sebastian Vettel. 3/10 verschil met Valtteri Bottas. Laat de remactie bij de fin, maar ik schoot daar een klein beetje door. Hier kunnen we hier misschien terugkruisen. Lukt helaas niet. Want we moeten daar gewoon op de rem. Anders waren we onze voorvleugel kwijt. Of was onze voorvleugel beschadigd. Zo kan ik het ook zeggen. Hoe we een beetje wegglijden van de auto. Weber naar 5. 3/10 daar zit Weber. Dus van ons aan die verliest daar elke ronde. Gat naar Weber is inmiddels oplopen naar 17e. Gat naar Bottas is te klein denk ik naar 17e. En je ziet hier helemaal niks. Dit is heel irritant. Page sector 2 en we wagen het erop. En we nemen Charles Leclerc niet mee. Maar hij laat ons niet te verruimden. Dat was een gewaagde move. Maar gelukkig is deze move geslaagd. Ik denk, ja waarom niet? We moeten iets proberen. Want we kunnen niet de hele tijd achter de jongens aan blijven rijden. Dat is de race van de rond. Met een 1.52.2. Gat naar Vettel is 16e. En ik rijd hier een andere lijn. Om te proberen om misschien... dat de baan sneller opdroogt. Hier ook weer een wijdere lijn pakken dan Sebastian Vettel. We moeten hier heel voorzichtig aan gaan doen hoor. Maar je ziet nu helemaal niks. De hevige regen gaat weg met 5 minuten nog te gaan. En dan is deze hevige regen voorbij, zegt Jeff. We zitten hier wel erg dicht op Sebastian Vettel. Slipstreamen pakken, eus openzetten, fuel openzetten. En het is de leiding veroverd van Sebastian Vettel. En de vraag is of Vettel dadelijk weer op dit lange stuk op zijn finish weer terug kan komen. Ik denk het niet. Ik wil hier een klein foutje maken. En Vettel kan hier nog niet aanvallen.
Ronde nummer 4. Oh, een klein beetje wijd. Middels ronde nummer 5. Vettel in de slipstream. 14e. Oh, dit is niet goed. Dit is niet goed. En we verliezen de positie. En wat ik dus hier doe is een beetje gehaast. Oh, we raken Sebastian Vettel. Vol vleugelschade bij de Duitser. Onze auto heeft geen schade. Ik dacht... Oh, we verliezen de auto. Maar helaas, gelukkig niet. Jeff, je moet even je mond houden. Ik krijg een waarschuwing, geen penalty ervoor, dus alles is in orde. Vettel nu wel met volvleugelschade, dus gaat de boel denk ik ophouden. Ronde nummer 6 inmiddels, groen in sector 1. Gat naar Bottas is 2 seconden. Komt vanwege Sebastian Vettel. Die daar de boel aan het ophouden is. En nu kunnen we een gaatje trekken. Hopelijk een grote gaatje trekken. Nou, van Valtteri Bottas vandaan. Als we deze wedstrijd winnen, dan lopen we weer uit ten opzichte van Lewis Hamilton. Dus Vettel, hou Lewis toch alsjeblieft even op. Inmiddels ronde nummer 7. Leclerc naar... Ik dacht even dat ik daar Leclerc zag, sorry. Vettel naar 3 nog steeds. Die zijn hem volgens mij wel met elkaar aan het knokken hoor. Oh, het is geel. Het is geel in sector 1. Ik zie een Ferrari langzaam rijden. Het is Charles Leclerc volgens mij. Virtual safety car. En volgens mij is het Charles Leclerc die uit is gevallen. Ja, Charles Leclerc uitgevallen in deze race. Jammer voor de Monegask. We rijden wel een klein beetje te snel bij de safety car delta. Dat moet worden verminderd. 19 deelnemers nog in de wedstrijd. Eentje uitgerollen, zijn naam is Charles Leclerc. Jammer, maar helaas. En nu moeten we gewoon weer ons focussen op onze eigen wedstrijd. We nemen hier expres een wijdere lijn. Kijken of die sneller is. Int is voor de volgende pitstop. En we gaan naar binnen voor een set intermedium banden. Jeff heeft ons geadviseerd om naar binnen te komen. En dan gaan we de race uitrijden op de Inters. En nu moeten we een inhaalrace gaan rijden. Dat is nu al zeker. Kimi Räikkönen, sorry. Nico Hülkenberg ook naar binnen. Ik zit nog even met andere rijders omhoog. Van seizoen 1 nog steeds. 2.4, goede stop. We komen volgens mij achter Carlos Sainz terecht. Voor Lucas Weber. Weber die trouwens ook een hele goede wedstrijd rijdt. Hij lag gewoon in de punten, hè? P10. We zien hier al Carlos Sainz met teammaatje Lance Stroll bezig zijn. En daarvoor rijdt oude teammaatje Kimi Räikkönen. Bottas die dus nu de leiding in handen heeft. Maar die moet nog naar binnen. Rode sector 1 komt weer in de stop. Carlos Sainz raken we net niet. Maar is zo ontzettend close. Een betere exit komt door de intermediate banden. We pakken Sainz buitenom. Oh, Landstrol. Landstrol raakten we net niet. Kunnen we hier weer buitenom bij de andere Racing Point proberen? Ja hoor, het is gelukt. En Stroll laten we geen ruimte. Komt vanwege die intermediate banden. En ik zie nu al dat Magnus het moeilijk heeft. Magnus rijdt ontzettend langzaam. En die moeten nog naar binnen. Deze jongens. We kunnen hier een dive-bomb maken bij Kevin Magnussen. Nou, we doen geen dive-bomb, maar we duwen hem daar expres wijd. Rood, paars, paars. Dat is dus de sectoren. We zijn inmiddels opgeschoven naar positie nummer 2. We schoten er wel een klein beetje door. Ronde nummer 9. En de man die voor ons rijdt heet George Russell, maar die moet nog naar binnen. Want die rijdt nog op de wetbanden. Stroll is ook nog niet naar binnen gegaan. En wat Stroll hier doet, is een dreun uitdelen aan Mercedes. Want Stroll houdt Valtteri Bottas nu op. Inmiddels ronde nummer 10. Snel met een 1.48.2. Onszelf dus snel. En het gat naar Bottas is inmiddels flink opgelopen hoor. Dat komt vanwege Lance Stroll. Ronde nummer 10. Nog 500 gaan. Kijk, het gat is al 9.8. Het is geel in sector 3. En volgens mij is dat Carlos Sainz. Carlos Sainz valt stil. En hij parkeert zijn auto aan het langrechte stuk. Aan het einde van het langrechte stuk.
Oh, sorry, Romain Grosjean. Oh ja, Sainz rijdt bij Racing Point. Romain Grosjean uit de race. Sorry voor deze fout. Ik zit nog gewoon met andere rijders in mijn hoofd. Omdat ik nu nog steeds Formule 1 op tv kijk. En daar zitten de echte rijders nu in de auto's. Terwijl het hier geel is vanwege de auto van Romain Grosjean die nog niet is weggesleept. Heerlijk gedaan, FIA. Heerlijk gedaan, Marshall. Stop gedaan. Bottas is voor Hamilton beland. Dat is voor mij gunstig, want dan lopen wij uit van Lewis Hamilton. Ronde nummer 11. Nog steeds de leiding in handen. En het geeft wij ook niet meer uit handen, want het gat is enorm groot. 10 seconden voorsprong. As things stand, we'll be leading the championship. Nou, als het zo staat, dan leiden we gewoon het kampioenschap. Maar een gat van 10 seconden. Zie dat maar eens dicht te rijden, Valtteri. Ronde nummer 14. De laatste ronde loopt inmiddels voor de grote prijs van China. En nu moeten we gewoon het hoofd koel houden. Geen foute dingen doen. En dan winnen we onze tweede achtereenvolgende grote prijs in seizoen 2. En dan doen wij weer uitstekende zaken voor het kampioenschap. Groen in sector 1. Ik wil nog een verbetering van mijn tijd. We nemen deze wijd expres wat wijd. De lijn wat wijd. Volgens mij zeker. Dat weet ik niet meer zeker. Gaat naar Bottas. 10.2. Inmiddels bijna bij de laatste bocht. Wij winnen dus de grote prijs van China. En we zetten weer een stap dichter bij de wereld. Dit was een spectaculair grote prijs. En we pakken ook nog even 27 minuten in totaal een 100% score. Wel verdiend. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Alfa Romeo. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I'd say it was down once again to good, consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team's strategies. They got all of these things right today and the results speak for themselves. Looks like they're on the way out to the podium now, and what a result this is! And a popular one with the crowd as well. Great stuff to see the Alfa Romeo team on top here today. De uitslag, wij winnen de grote prijs. Pak ook even een punt voor de snelste race in het centrum.nl. Potter en Hamilton op het podium maken komt dus compleet. Weber naar 4 en Hulkenberg naar 12. Teleurstellend van ons teammaatje. Krijg ook drive of the day van Anthony Davidson. Dankjewel Anthony. Let's move on to the constructors. Mercedes Leclerc is uitgevallen. Klimmen wat naar Mercedes om het kampioenschap voor de constructeurs. En 14 punten zijn wij clear van Lewis Hamilton. En nu moeten we proberen die voorsprong weer verder uit te gaan breiden. Hulkenberg, jammer, geen punten. Dat is balen. Great workout there today. Let's have your thoughts. You were cutting your way through the field during the race. Ja, klopt. Ik moest het wel doen, want we kwamen van P6. Dus ik moest me wel door het veld heen knokken. It's safe to say you're smashing everyone's expectations, isn't it? Ik weet niet wat voor verwachtingen ze van mij hebben, Claire. Dus hoe moet ik dat weten? Do you have any comments about the collisions? Ja, Vettel. Ja, dat was eigenlijk mijn fout. Ik schoot te ver door en ik wou die positie gelijk terugnemen. Daardoor ramde ik Sepp gewoon van de baan. Sorry, Sepp. In the wet weather today? Niet echt. Niet echt. Regen is niet echt mijn sterke kwaliteit. Appreciate your time. Nou, dankjewel, Claire. Het resultaat van de rivaliteit. We winnen ten opzichte van Nico Hulkenberg. We winnen ten opzichte van Carlos. Sorry, van Sergio Perez.
eigenlijk hebben we die rivaliteit al lang gewonnen met Sergio Perez en ook van Nico Hulkenberg, want die houden gewoon, ons gewoon niet meer bij. De resource points voor de upgrades in Spanje, want daar komt een enorme aerodynamische upgrade, zijn er best wel veel de resource points aan Shanghai. 470 in totaal, 746 seizoen in totaal. Reputatie is gewoon gelijk gebleven. Kunnen we naar de sportschap doen? Emma heeft nog iets te zeggen, volgens mij ook Jeff. Congrats on the podium, it's thoroughly deserved. We were sweating those last few laps on the pit wall, but you brought it home. Nou, dankjewel. Hier zien we nog volgens een invitational event, die doen we dus niet. We gaan dus gelijk door naar Azerbaijan. Nou, dit was dus weer mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Wil je meer afleveringen zien van de Winter Night Nature Career Mode voor wekelijkse aflevering? Druk dan op de abonneerknop. Schakel ook gelijk het belletje op alles aanzienlijk in. Enkele jullie van mij mist. Volg me even op de social media. Links in de beschrijving. Instagram, Twitter en Facebook. Reageer wat beter kan of moet worden. Of als je zegt, hey, toffe video, ik heb genoten. Dat mag allemaal. Of ik heb genoten, maak dit en dit komt beter. Spam de comments gewoon vol. Zou ik zeggen, een fijne dag verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij FM 2019 Greenwood. Gaan we verder in Azerbeidzjan.